kom ik zijn naam kwijt. Maar... Ierse meneer, weet je ook alweer? Alexander. Als je hier gaat staan, dan is het beter gewoon kwijt. Dan heb je nog, kan je nog zulke mooie spullen bij je hebben. Maar nu is het gewoon een platte bende. Kan ik hem lang of kort maken. Ja, inderdaad. En dat heeft dus met die donkere kant te maken. Dus nu komt het licht allemaal van deze kant. Waardoor de camera aan die kant komt. Dat is eigenlijk een hele simpele regel. Grappige realisatie, want dan vraag je af van wat maakt er nou uit of je nou 20 centimeter hier of 20 centimeter daar is. Maar het maakt dus enorm veel uit, precies voor die top, voor die neus en voor de... Ja, precies. En dat is het verschil wat mensen dan, de regisseur zegt, ja, ik vind die zo mooi. Dan denk je, ja, ik vind die zo mooi. Ja, ik vind het te flat. Dan denk je, flat, ik heb twee lampen. Dit is nog minder dan het licht wat uit mijn iPhone komt. Dus maar dan kan je het toch verknallen met als die lampen net op de verkeerde plek staan. Deze komt aan de andere kant. En dan eigenlijk die ledjes zijn voor zichzelf nogal hard, hè? Ja. Je moet eigenlijk even wat voor, hè? Ja. Dan, meestal zit er in zo'n ding. Dit. Dus is deze een beeld trouwens? Ja. Dat, Die is sowieso een beeld. Nee, die niet. Oh. Zeker als je dan vrouwen. Het is mooi toch, hè? Als je vrouwen moet filmen. Tuurlijk. Nu niet meer. Ik zie wel eens bij de zandvlak. Bij vrouwen is het heel belangrijk om heel zacht te zijn. Als je eigenlijk. Ja. Nou, ja, bedankt. Al die fashion reclames. Ja, zitten nog behoorlijk. Ze zijn allemaal groot en zacht. Ook nog zijn, alles is groot en zacht. Het makkelijkste wat er is: groot en zacht. Want zacht is heel makkelijk te belichten, want dan heb je nooit harde schaduwen. Je hebt nu in de filmwereld ook die octo dingen. Hoe heet het nou? Die octo Is dat van Datalight die dingen, of bedoel je dat? Nou nee, het zijn van die enorme joekels. Echt zo groot als van het statief tot aan de grond. En maar die heb je nu ook voor film. Dat is wel dat fashion fotografie licht. Maar die kan je nu gewoon met een pocketpaar 400. Of twee, er zitten geloof ik twee bulbsen van 400. Dan kan je ermee lopen, want het weegt niks. En het is super smal. Dus je kan op een hele kleine locatie, kan je hier gewoon zo'n enorme zachte bron zetten. Dat is echt ideaal. Ja. Ik deed zo'n Bijenkorf reclame, met allemaal toeters en bellen en iedereen ingewikkeld. Oh, een regisseur uit New York. En dan gewoon één lamp. Heel de shoot. Je bent gewoon klaar. Maar ik vind het fantastisch. Is dat LED dan of zo? Wat is het? Nee, dat is gewoon HMI. HMI. Poten zacht, met zo'n grit erin. Even opzoeken, even googlen. Oh, ik zag hem gisteren nog bij waar ik de bus op ging halen. Kijk, een Octo. Octo. Oh jezus, ja. Is het geen Octabox? Ja. Dan kan je die op 5%.